Leon Simons, kun je een beetje vertellen wat je hier vanmiddag aan het doen bent? Nou, we geven vanmiddag twee clinics. De ene clinic is aan RTC Het Oosten, dat zijn de talenten van het Oosten. En de tweede clinic is eigenlijk voor de spelers die in en omstreek Almelo korfballen. En we proberen zo de talenten en de breedte sport daarin mee te nemen. En hoe kijkt u tegen de korfbalsport in het algemeen aan? Heeft die toekomst volgens u? Ja, zeker, we zijn hartstikke goed bezig. We zijn aan het groeien. En internationaal betekent ook dat we met Taiwan, die nu tweede is geworden in de wereld, dan hartstikke goede resultaten hebben gehaald. Dus we zijn absoluut groeiende. En als je hier kijkt, de eerste clinic waren er 32, bijna 32. En nu zijn het er rond, 40. Dus hartstikke goed vertegenwoordigd voor deze clinic. Ja. Ja. Dus het is niet meer een sport alleen tussen België en Nederland? Nee, die tijd is geweest. We doen het al in 70 landen. En dat betekent dus dat we heel goed aan de weg timmeren. Het enige wat beter zou kunnen is het algemene niveau van de top 6. Maar ja, daar zijn we hard aan het werk en dat kan niet van nu op morgen. Maar daar zijn we wel hard mee bezig. Dus het wordt echt een wereldsport? Nou ja, voorlopig zijn we een wereldsport. Het wordt op alle continenten gespeeld. Dus we moeten zorgen dat we alleen in de kwaliteit nog gaan groeien. En dan denk ik dat we een hartstikke goede sport zijn. Maar vandaag zijn we bezig met hier Almelo en omstreken. En zorgen dat we de kinderen daar voorzien van informatie en gewoon een leuke middag. En vanavond zat er wedstrijd op het programma. Ja, want er zijn vanmiddag een heleboel kinderen die een clinic volgen. En dat zijn er ruim 40 hoor ik. En vanavond is er een wedstrijd. En dat wordt een wedstrijd tussen waartussen? Tussen Oranje onder 19. Die coach ik. En vervolgens hebben wij gevraagd om een selectie Twente te maken om tegen elkaar te sparren. En dat is alleen maar goed voor ons team, want die heeft een goede oefenwedstrijd. Maar ook voor Twente is het goed, want die krijgen daar weer een topwedstrijd. En ook een stukje aandacht in de omgeving is gewoon hartstikke goed. En dat zorgt ervoor dat we ook een samenwerksverband hebben hier met sportbedrijf Almelo. En daarin proberen we te zorgen dat we van alles pakken, zowel breedte sport als de talenten.